mooie zee, waar ik mijn neus achterna. In het kader van de educatieve omroepcombinatie, verzorgd door de Nederlandse Onderwijstelevisie. Goedemorgen, meisjes en jongens, dames en heren. Hartelijk welkom bij de schooltelevisie-uitzending van vandaag. Ik wil eens wat weten. Hebben jullie wel eens een keer geprobeerd te vliegen? Nee? Kan dat niet? Maar ja, vogels die vliegen toch ook? En een luchtballon bijvoorbeeld, die vliegt toch ook? Kom, we gaan maar eens gauw kijken naar de 32e aflevering van de serie Huisje, Boompje, Beestje. Want die gaat over allerlei manieren van vliegen. En deze aflevering heet Liever de lucht in. Hallo? Dag! Daar zijn we weer met Huisje, Boompje, Beestje. De vorige keer hadden we het over lucht. En deze keer gaat het over vliegen in de lucht. Want lucht is overal om je heen. Je kan het niet zien, maar wel voelen, hè? Ja. Je kan het heel diep opsnuiven, zo. En dan voel je het door je hele lijf. Je kan het ook vangen. Pien, je kan lucht ook vangen. In een ballon. Zie je wel? En het neemt ook plaats in. Hoor je wel, Pien? Voel je wel? Ik geloof dat het hier tocht. Maarten, jij hebt dat doosje gevouwen, hè? Ja. Hier. Oh, hou vast. En dit is een vouwblaadje ook. En nou wou ik zo graag kijken wat het mooiste in de lucht zweeft. Doen? Oké. Proberen? Ja. Oké, kom op. Ga je maar even op de stoel staan. Oh, ga ik weer. Zo, ja, rechtop. En dan zo voor je uit laten vallen. Dan kunnen we het goed zien. Ik zeg wel ja. Daar gaat eerst het doosje. Ja. Hé, hey, dat valt mooi. En nu het vouwblaadje, Philip. Ja. Zagen jullie dat ook? Het ene vouwblaadje viel recht naar beneden en het ander dwarrelde. Laat nog eens langzaam zweven. Nou, dat kan hoor, Pien. Kom maar. Ga jij zweven. Zo. Huppa. Dag, Pien. Ga maar lekker zweven. Ja. Ah. Nou, Rien. Dat gaan we wel even anders doen. Ah, je hebt al een mooie vliegersbril op. Goed, ik help jou. Kijk. Gaan we het eens zo proberen, hè, Pien? Eens kijken of je zo kan zweven. Hm? Joehoe! Zweven aan mijn parachute! In de lucht kun je zweven met een parachute. Maar dan moet je wel eerst met een vliegtuig naar boven en daar eruit springen met je parachute op je rug. Kijk eens naar beneden. Wat een diepte. In de lucht gebeuren er twee dingen tegelijk. Je lijf valt naar beneden, maar de lucht houdt je tegen. Die duwt van onder tegen die grote parachute aan. Ik ben toch blij dat hij weer veilig op de grond staat, hoor. Daar komt Philip. Hij laat ons zien hoe een veertje op hete lucht kan opstijgen. Ja, kijk maar.
De hete lucht van het warme kacheltje neemt de veertjes mee naar boven. Ja, zo zou ik ook wel willen zweven, zeg. Op een lekker warm luchtje. Oh, kijk, Rien, daar gaat hij weer. Aha, let op. Oh. Naast het kacheltje is de lucht niet heet, dus daar vallen de veertjes op de grond. Opstijgen met hete lucht, dat kan ook in het groot met hete luchtballons. Hier zie je zo'n hele grote ballon. Oh, wat leuk! Dat wil ik ook. Ik wil met die ballon mee. Zeg, ben jij nou helemaal? En ik durf niet naar boven hoor, in zo'n ding, dus ga jij ook niet. Huh? Huh? Ik heb een parachute hoor en een vliegbril. Pien, kijk nou alsjeblieft even. Zo'n grote ballon heb ik nog nooit gezien. En hij vaart op hete lucht. Jij houdt me toch niet tegen, Rien? Kijk, hier zijn ze met een andere ballon in de weer. Je ziet hoe ze de hete lucht daarin blazen. Dat is een heel karwei. Die lucht daarin blazen, dat duurt van de late nacht tot in de vroege uurtjes. Maar het begint al op te schieten. Zat in die ballon. Daar kan ik best bij. Nou, hou je op met dat gezeur, Pien. Je gaat niet mee, begrepen? Wat een grote ballon. Dit is de grootste ballon ter wereld. Pien, als je nou je snavel niet houdt. Er gaan ook kinderen mee. Nu ga ik zeker. Maar ik durf niet. Maar dan ga ik toch alleen. Doei. Hallo meisjes, schuif maar een beetje op. Want hier is jullie Pien. Ik heb mijn parachute bij me en mijn vliegbril. Nou, ik luister niet meer. Mee met zo'n ballon, dat durf ik toch niet. Maar ik wil er wel lekker naar kijken. Jij toch ook, Pien? 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 Pien! Mijn maatje Pien is opgelost in de lucht. Zit ik hier in mijn eentje? Brrr, wat koud! Hé, hey, ik dacht dat Huisje, Boompje, Beestje een vrolijk programma was. Waar zit jij chagrijnig te kijken? Pien is weg. Zit ik hier alleen? Kom, kom. Ik moet nog een heel eind vliegen. Dus dan zal ik onderweg goed opletten, hè? Of ik Pien tegenkom. Waar ga je dan naartoe? Ik zoek de warme landen op. Het wordt hier te koud. En nu het herfst is... Is hier ook veel te weinig te eten? Zeg, hoe ziet die Pien er eigenlijk uit? Een gele jas en... oh ja, een vliegeniersbrilletje heeft hij op. Ja, ja, verder weet ik het ook niet, hoor. Joe! Ik vind het toch nooit.
Nee, dank je hoor. Ik zie jullie in de lente dan wel weer terug, hè? Dag. Verderop Doei. Zijn nog meer vogels. Hé, hey. Pien. Hoi, Rien. Kom eens. Zo. Hé, ik ben blij dat je weer terug bent. Kom maar hier. Zo, kom maar bij me. Zo. Zo, onder je parachute. Ja, lekker gezellig, Rientje. Oh, het was wel hoog, hoor, in die blauwe lucht. Nou, fijn dat je weer terug bent, hoor. Hé, zo gezellig, zo. Leuk, hè? Het is herfst. Voor veel vogels wordt het hier te koud. De plantjes zijn verdord en de diertjes die ze graag eten zijn weggekropen voor de winter. Dus dag Nederland, wij gaan op trektocht naar warmere landen. Weet je wat zo knap is van die trekvogels? Zonder kaart of wegwijzers weten ze precies waar ze naartoe moeten. Dag, tot volgend jaar. Vogels kunnen niet zonder lucht. Ze ademen de lucht in, net als wij, maar ze gebruiken de lucht ook om te kunnen vliegen. Eerst moeten ze natuurlijk opstijgen. En dat valt niet mee met zo'n groot vogellijf. Met flinke vleugelslagen trekken ze zichzelf de lucht in. En deze vogel gebruikt het water als startbaan. Zou het lukken? Oh ja! Net als bij die parachute drukt de lucht ook van onderen tegen de vleugels aan. En zo blijft die vogel zweven. En met vleugelslagen en zijn staart kan de vogel zich vooruit trekken in de lucht. En ook zijn vogellijf de goede kant heen sturen. Hé, daar heb je die trekvogels weer. Nou, die gaan vast de goede kant op. Hé, Meeuw, ik ben jaloers op je. Kon ik maar zo vliegen? Ook als vogels hun vleugels stilhouden, dan blijven ze zweven in de lucht. Je kunt het niet zien, maar in de lucht zijn grote luchtgolven. En vogels kunnen dat voelen. Ze gaan in zo'n grote luchtgolf hangen en laten zich dan heerlijk meedrijven met wijd uitgespreide vleugels. Deze vogel is aan het bidden. Hij fladdert boven één plekje. Hij ziet een lekker vogelhapje. Deze uil kan ook goed bidden. Hij heeft honger. Hij speurt de grond af. Daar loopt, geloof ik, een lekkere uilenmaaltijd. Fladderend blijft hij boven dat lekkers hangen. Hebbes! Om aan eten te komen, voert deze vogel een duikvlucht uit. Net zo lang tot hij het visje eindelijk te pakken heeft. Is gelukt. Wie in de lucht vliegt, wil ook wel eens een keer naar beneden. Deze vogel gaat landen. Hij remt af met zijn vleugels en komt keurig met zijn dunne pootjes in het water terecht. Maar ook met dikke zwempoten kun je goed landen als vogel. Vleugels en poten worden gebruikt om zo zacht mogelijk op die waterige landingsbaan terecht te komen. Nou willen ze natuurlijk allemaal laten zien hoe goed ze het kunnen. Heel knap hoor, heel knap. Dat was het laatste. Nou buigen ze voor het applaus. Kom je al los van de grond? Je moet vliegen erbij. Vliegen is heel lastig als je geen echte vleugels hebt. Wij hebben het geprobeerd door onze armen snel op en neer te slaan en met opgeplakte vleugels, maar het ging niet. Die
Toen hebben we het nog eens wat hoger opgezocht. En toen leek het te lukken. Maar dat was niet waar. Vliegen kunnen we niet, maar wel gezellig spelen. Kijk maar. Nou, ik ben benieuwd. Philip, spring er maar. Ja, daar gaan we. Philip, hoppa. Ja. Hij vliegt van een heel klein beetje. Oh. Volgende. Weer mislukt. Wie van ons kan vliegen? Wie van ons kan vliegen? Durf nu. 1, 2, 3. Help het. Jij zegt ja en jij zegt nee. Dat moet ook niet. Ik denk dat we hoger moeten. Heel lang geleden, toen er nog geen echte vliegtuigen waren zoals nu, probeerden de mensen toch de lucht in te komen. Maar dat ging lang niet altijd goed. Wat een leuk ding. Heeft hij zeker zelf gemaakt. Het gaat niet. Ja, oh toch. Hij vliegt echt erin. Oh, kijk maar. Wat lopen die gekken? Oh, dat zijn soldaten. Hop, hop, hop. Dat is zeker de generaal dat. Propeller voor op de fiets. Dat is leuk. Die draait door het trappen op die fiets. Zou die de lucht in komen, Rie? Nou, ik weet het niet. Oh, fietsen nou. Fietsen, harder, harder. Het gaat niet altijd fout, gelukkig. Deze meneer maakt een prachtige vogelzweefvlucht. Nou zeg. Kijk eens. Die kan het echt. Nu kan iedereen de lucht in. Niet als een vogel, maar in een vogel. Een ijzeren vogel met grote vleugels en een staart. Het is wel een hele zware vogel. De motoren van het vliegtuig moeten heel hard draaien om het vliegtuig de lucht in te trekken. Zo'n vliegtuig hoog in de lucht lijkt op een vogel die een zweefvlucht maakt. De vleugels bewegen niet. Maar zo'n vliegtuig hangt net zo lekker stil in de lucht als een vogel. De motoren maken een boel lawaai. Vogels maken de lucht niet vies met hun uitlaatgassen. En dat doet zo'n vliegtuig wel, hoor. Ja, heel erg. Net als die vogels die op het water landen, steekt het vliegtuig zijn pootjes naar voren. Alleen, dat zijn wielen en geen pootjes. En zie je die grijze flapjes aan de vliegtuigvleugels? Die hangen nu naar beneden. Ook een vliegtuig remt af met zijn vleugels. Nou, ik hou helemaal niet van vliegtuigen. Ik vlieg liever zelf. Ja. Ja, Pien, als je een vogel was, dan zou het heel wat makkelijker zijn, hè?
Maar televisie is af en toe ook een soort toverdoos, hè? Dus we zouden het eens kunnen proberen. Weet je nog van dat bootje dat we onder een glazen vaas op de bodem van die bak water hebben gezet? Bleef het vlaggetje zo onder water droog? Ja of nee? Oh, ik ben zo benieuwd. Nou, dit wordt de oplossing van het raadsel van de week. Nou? Droog gebleven. Ja, droog gebleven, ja. Hè? Ja, hij is droog gebleven. Maarten blaast lucht in een plastic zak. Je ziet hem omhoog komen. Philip heeft een dienblad bij zich. Nu gaat Philip op het blad zitten, want dit is het raadsel van deze week. Kan Maarten Philip optillen door de zak vol lucht te blazen? Te ja of te nee? Nou, laten we dan maar naar het Huisje, Boompje, Beestje journaal gaan kijken, Pien. Hè? Huisje, boompje, beestje. Journaal. Deze week gaat het over hondenpoep. Bah, vies. Ben je net lekker aan het buitenspelen met je vriendinnetjes? Balletje aan je been. Wat gebeurt er? Flats. Trap je zomaar in de poep. Ah, jakkes. Honden zijn wel lief, maar die poep niet hoor. Of je bent aan het ballen met je vriendjes in het speelkwartier. En je let eventjes niet op. Je vriendje gooit de bal. En jij rent erachteraan. En flats, ook al in de poep. Hier hebben ze er wat op gevonden. Bij deze steen, waar die hond op staat, mag je je hond uitlaten. Dat meisje doet het goed. En iedereen weet het. Kijk, hier is nog zo'n steen. En de poep mag er blijven liggen. Ja, soms gebeurt er een ongelukje. Dan moet je dat rolletje weghalen met een grijpertje. En dat doe je het netjes in de bak. Op die bak staat ook een hond. Dus iedereen weet dat daar de poep in moet. Zijn er bij jullie ook al hondenstenen en hondenbakken? Hè? Slim, hè? Ga je weer lucht vangen, Rien? Nee. Waar doe je dat dan voor? Dat was om jou te laten schrikken. Dag.